Dat is hem. De vorm van een pelpinda, maar dan van een fijne, zachte stof. Ik noem hem Somnox. Ik ben trotse vader. This is a robot will help you fall asleep faster. Het is een robot om mee naar bed te nemen. Als ze in bed ligt, ja, ik zit nu in een stoel, maar in bed, dan ga je er dus echt zo mee omarmen. Heel veel mensen kunnen moeilijk slapen en daar slikken ze dan vaak pilletjes voor. Met dit kussen bedacht een groep Delftse studenten een hele andere oplossing. Zodra ik hem op deze manier vasthoud, dan voel ik hem echt ademhalen, net alsof het een levend wezen is. En studies hebben laten zien dat het voelen van zo'n ademhaling ervoor zorgt dat ik die zelf overneem. En daarmee kunnen we de gebruiker naar 6 ademhalingen per minuut brengen. En daardoor val je niet alleen sneller in slaap, maar ook in een diepere slaap. Ja, nou voel ik hem. Er was geen bed op de Dutch Design Week, maar ik mocht hem wel even vasthouden. Het voelt inderdaad alsof je met iemand in bed ligt die je langzaam voelt ademen. Het voelt eigenlijk heel erg vertrouwd en ook al een beetje intiem. Ze hebben een bedrijf opgericht om de robot verder te ontwikkelen. Wat er precies allemaal in het kussen zit, dat vertellen ze echt aan niemand. Nee, ja, we zijn nu inderdaad echt een bedrijfje. We willen hem echt op de markt brengen. Dus we moeten hem patenteren om hem veilig te stellen, zodat niet iemand anders ermee vandoor gaat. Dus dat houden we nog even geheim. En als je dan moeite hebt met slapen, dan dit bij je in bed, zo'n langzaam ademend, rustig kussen, ja, dat het inderdaad wel werkt. En die vorm, daarvoor keken ze naar heel veel plaatjes van mensen die samen in bed liggen. Mooie rondingen, toch? Hey. Ja.